Onder grote belangstelling werd woensdagavond de bibliotheek van de nieuwe raadzaal geopend voor het publiek. Vele Deventenaren kregen de mogelijkheid om bijzondere boeken en voorwerpen aan te leveren voor de nieuwe bibliotheek. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ik heb zo'n ongelooflijke diversiteit gekregen van boeken, maar ook allerlei objecten, voorwerpen, variërend van een meterslange roeispaan van Daventria tot en met de drie religieuze boeken vanuit de islam, de Koran, christendom en het jodendom. Ja, geschakeerdheid van mensen, jong en oud die hier waren, om allemaal een bijdrage te geven aan deze bibliotheek. Ja, het is het stadhuis niet van het gemeentebestuur, het is het stadhuis van de stad en de dorpen van ons. Hij is open. Dit is het boek van Deventer Wereldstad met een heleboel NGO's. Dus allemaal kleine stichtingen die overal in het buitenland actief zijn om te werken aan de millenniumdoelen. We brengen het routeboek van de Scootmobielvereniging. We vinden dat een routeboek, daar is er nog maar één van in Nederland. Dat is ons routeboek, wat wij gemaakt hebben met onze routes. Dit is echt heel uniek. Dit doet hij nooit. Kijk maar eventjes. Is zo bijzonder dan Sinterklaas. Hij heeft ons de opdracht gegeven dit boek te schenken aan Deventer, omdat Sinterklaas als enige in heel Nederland op 5 december aankomt. Dit boek zit nu vol. Schenk het aan de bibliotheek van Deventer. En weten jullie wat erin staat? Dat blijft geheim. Dat blijft geheim. Als je het wil zien, ja, dan moet je naar de bibliotheek komen van Deventer. Ik denk dat het heel uniek is. Het is een facsimile. En alle de geschiedenis, beschrijving van alle de Nederlanden van Sardini, Italiaanse historicus. Dit is een facsimile van de eerste Nederlandse vertaling. En dit is pagina 154 die hier. Ja, ja, kijk, daar kijk heb, beschrijvingen daar heb je van Deventer. Ja. Dat is goed. Ja, ik zou voor het briefje erin laten zitten. Ja, dat was wel de bedoeling. Want anders kunnen we het nooit meer terug. Precies. Ik heb een groot aantal boeken meegenomen van mijn uitgeverij Korps 9. En die wil ik graag schenken aan deze mooie raadzaal. Het zijn allemaal boeken die de stad Deventer betreffen. En dat vind ik zelf een heel leuk onderwerp om boeken daarvoor te maken. Maar ook om ze uit te geven. Dus ja, dit is eigenlijk de geëigende plek waar ze horen te liggen. Deze heb ik voor de stichting Oud Deventer gemaakt. En dat heet Erfgoedbewaker of Luis in de Pels. En de Erfgoedbewaker of de stichting Oud Deventer die maakt de gemeente nog wel eens lastig. En het aardige ervan is, dit is het gladde beeld zeg maar, van de erfgoedbewaker. En dit is het ruwe, de luizende pels, die een beetje kietelt en een beetje irriteerde. Dat zit in dit omslag. Als mensen nog iets hebben geïnspireerd door misschien jullie uitzending, dat ze het zien, dan hoop ik van harte dat ze even contact opnemen en dan is hier plek. Absoluut.